Je bent vast nog nooit in Mainz geweest, of in Badenweiler, of in Mannheim. U weet waarschijnlijk ook niet precies waar de Oder ligt of waar de Neckar stroomt. Geen probleem, ik heb een boekje geschreven, Duitsland op het spoor, waarin ik door Duitsland reis in het spoor van Jozef Roth. Jozef Roth is een schrijver die tamelijk bekend is in Nederland nog steeds, alhoewel hij eigenlijk in de jaren 30 heeft geleefd. Hij was een journalist in Duitsland en heeft heel Duitsland bereisd. Ik heb net zoals hij, met de trein, al de steden bezocht die hij ook heeft gezocht. Ik heb gelogeerd in de hotels waar hij heeft gelogeerd. Want je moet weten, Jozef Roth was heel apart. Hij woonde alleen in hotels, nooit in huizen. En hij was een heel succesvol journalist, dus hij verdiende ook veel geld. Dus hij woonde ook in heel chique hotels. De Grand Hotels waar ik verbleef hadden namen zoals Römerbad, Parkhotel, zijn nog steeds heel mooie hotels. Ik kwam er terecht in Duitsland net op het moment dat Merkel had gezegd, wir schaffen das, en dat duizenden vluchtelingen Duitsland overspoelden. En zo kwam ik bij de vluchtelingenproblematiek terecht, bij het ook onbekende feit dat Duitsland na de Tweede Wereldoorlog 14 miljoen vluchtelingen heeft opgenomen. Heel veel mensen uit het voormalige grote Duitsland, van gedeelten die Polen of Tsjechië waren geworden. En dat daarom die vluchtelingenproblematiek zo gevoelig ligt. En ik kwam toen ook nog een eigen stukje familiegeschiedenis op het spoor. Maar om daar meer over te weten, moet je mijn boek lezen. Duitsland op het spoor.